Welkom terug bij het programma. Ik hoop dat u hebt genoten van het geweldige muziek. En net zoals ik zei, dat de God die we dienen een goede God is. En dat Hij God is dat wanneer we tot Hem roepen, je geloof ook als je praat naar Karokoya, dan hoort Hij en Hij antwoordt. We hebben een suni of een jawab die, we hebben een madad kari. En ik wil een paar teksten lezen vanuit de Bijbel, en wel uit Psalm 107 vanaf vers 1. Kopstuk is, God redt uit alle nood. Vers 1 zegt erbij, beloof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierendheid is tot in eeuwigheid. Hij is een goede God. En de Bijbel zegt, zijn goede tierendheid, zijn goedheid is tot in eeuwigheid. Eigenlijk eeuwigheid heeft te maken met dat er geen einde aan komt aan die goedheid van God. En Hij zegt, vers 2, dat de verlosten des Heeren zo spreken. Wat spreken? Dat zijn goede tierendheid tot in eeuwigheid is. En dat Hij goed is. Die Prabhu Achahe, Arokar Achahe, Sadakke Khatin Hai. En die Hij uit de macht van de tegenstanders heeft verlost. Vers 3 zegt Hij, en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen en van het noorden en van de zee. Dus Hij zegt van dat de verlosten des Heeren zo spreken, want Hij... die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost. Velen van u die vandaag kijken naar dit programma, u was in een bepaalde situatie en u hebt geroepen. U zat in met een bepaald probleem of in een bepaalde situatie en u hebt geroepen. Ik heb een programma dekken. Ik heb een situatie, probleem, doeg, heb je jezelf weer gehad. Of Prabhu ze praat naar of Prabhu sunis. En... hij heeft geantwoord, u bent vandaag verlost. Weet je, en wanneer we verlost zijn, dan verwacht God dat we hem dankbaar zullen zijn. En dat we zullen blijven om hem te eren. En zijn naam groot te maken en te zeggen dat hij goed is. En dat zijn goede tierendheid tot in eeuwigheid is. En de Bijbel zegt in vers 4, er waren er die dwaalden in de woestijn. Op een eenzame weg, een stad ter woning vonden zij niet. Misschien bent u vandaag in een bepaalde situatie. U die kijkt en luistert naar dit programma. Abjoe, programma is hij dikke. Ik bepaalde situatie hoor je. En het lijkt alsof u in een woestijn bent terechtgekomen. U leeft. Maar je weet, in een woestijn, het is droog en dor. Ik woestijn, want hoor he, wat kust nadja me he. En er is als het ware bijna geen leven daar. En zo ziet uw leven misschien op dit ogenblik eruit. Er is geen uitzicht. Aapke jeeven, ik zei de kaadje, ik woestijn me, wat je aap het hoor he. Hoop na het, je zei aapke jeeven me. Het lijkt alsof er geen hoop is, er is geen uitzicht voor u. En u zit daar radeloos, u weet niet wat u moet doen. En u ziet geen vooruitgang in uw leven. Het lijkt alsof u op een eenzame weg bent. U praat met mensen, manese wat ja he, op je doekje waren. Mensen luisteren naar u, manese soene. Maar... En u verwacht natuurlijk dat ze actie zullen nemen. U verwacht dat ze iets gaan doen om u te helpen. Aap manese wat ja op een doekje barem. Manese soene or aap verwacht kare oesap keke. Oesap koes karit or katin. Maar in vele gevallen, misschien zouden de mensen iets willen doen voor u. Manese hij koes bimaat kare door aap katin. Maar in vele gevallen is het zo dat de mens zelf ook niets voor ons kunnen doen. Ze willen iets betekenen. Maar ze kunnen niets betekenen voor u, omdat zij ook niet in de macht, in die positie zijn om u uit die situatie te kunnen halen. Kijk, soms kan het een financiële situatie zijn, soms kan het een huiselijke situatie zijn, soms kan het iets anders zijn. En soms zijn mensen bereid om u te helpen. Maar in de meeste gevallen gaat u zien dat u praat met mensen, meneer Sabatia, meneer Soene, maar het blijft net daar. En het lijkt alsof u alleen bent in deze wereld. U voelt zich zo eenzaam. Het lijkt alsof niemand oor heeft voor u. En mensen luisteren, maar ze doen ook niks voor u.
Wel, ik wil u één ding zeggen. Dat er God is die van u houdt. Ik wil Prabhu heen, John, aapke chahehe. En die maar, hij één verlangen heeft om ons wel te doen. Om ons te helpen. De Bijbel zegt, de gedachten die hij over ons koestert zijn geen gedachten van onheil. In Jeremia 29 vers 11 zegt hij, zijn gedachten van vrede om ons een hoopvolle toekomst te geven. Dus Prabhu ke jo bichar hum log ke bare mein una hai ki hum log ke dukh dewe khatir mokar bichar ki hum log ke shanti mile aur ego badhiya tukoms hum log ke agami jo hai tukoms hum log ke mange dewe ek acha jeevan and hij zegt een stad der woning vonden zij niet. U zoekt naar hulp. U bent in een situatie op dit ogenblik en u zoekt naar hulp. En u hebt hier geprobeerd, u hebt daar geprobeerd, u hebt bij die gegaan. Ik dacht van die zal me helpen. Hoe ga ik je met dat kerry? Hoe ga ik je? Hoe kan ik je met dat kerry? Maar ergens, nergens vindt u hulp. En u zoekt eigenlijk naar rust in uw leven. Die situaties zijn zodanig in uw leven. U hebt geen rust. Je hebt ook een rust door jeevan met nage. Raad je zijn maar niet als dat je. U kunt s'avonds misschien niet goed slapen vanwege die dingen die u meegemaakt heeft of meemaakt. Waarmee u eigenlijk bezig bent, die dingen die u bezig houdt. En u wil eruit komen. U wil rust hebben. U wil ook een beetje genieten van dit leven, maar het lijkt alsof er geen antwoord is. Het lijkt alsof niemand zich wil bemoeien met u, niemand zich bekommert om u. En weet u, ik wil u vandaag zeggen, u bent hongerig, ja. U wil eruit komen uit die situatie. U verlangt naar iets anders. U verlangt naar liefde. U verlangt naar iets beters. Maar datgene wat u verlangt, U kunt eigenlijk niet krijgen. U smacht naar iets beters. Maar u krijgt het maar niet. Weet u, de Bijbel zegt in vers 6, Psalm 107. Hij zegt, toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. Dit is het mooie. Bij Roebele, Oesap, Prabhu zegt, Pratna karis, u jon duch me reile saban, wase saban pukaris, pratna karis prabhuze. En de Bijbel zegt, en de Heere redde hen uit al hun angsten. Hij deed hen treden op een effenweg om te gaan naar de stad der woning. Ik wil u zeggen dat wanneer u tot God roept, u die kijkt en luistert, Abjon in programma, deke al sune in moment bij Orjon. Aap ek bepaalde situasies ek gujar apan jeevan mein jahan pe aapke madad zarurat hai you have help nodig u soekt hulp u bent op zoveel plaatsen bij zoveel mensen gegaan om hulp te zoeken en u ziet dat het lijkt alsof niemand naar u wil luisteren. Ik wil zeggen, er is een plaats waar u wel hulp kunt krijgen en dat is bij Jezus Christus, bij God. Want hij is almachtig. De Bijbel zegt, er is niets dat onmogelijk is bij hem. En hij zegt, wanneer we hem aanroepen, hij hoort ons en hij zal antwoorden. In Jeremia 33 vers 3 zegt hij ons, wanneer we hem aanroepen, hij zal ons horen, hij zal ons antwoorden. God is de God van antwoord. Prabhu ek prabhu hai jo jawab dewe. Prabhu ek prabhu hai jo hum log ki madad kare. Jab hum log se prarthna karo ko ya log ka naam pukaro ko ya to sune. Wanneer we hem aanroepen, hij gaat ons horen. Deze mensen riepen hem aan en hij hoorde. Ze riepen tot de Heere in hun benauwdheid, in die situatie waarin ze waren. Riepen ze tot de Heere. En hij antwoordde hun. De Bijbel zegt, hij redde hun van hun angsten. Ja, wanneer er problemen in ons leven komen, dan is het niet om ons blij te maken. Het brengt alleen maar angst en vrees in ons. Want je weet niet wat het volgende moment kan gebeuren. Je hebt nog een keer jeven met doek. Je hebt nog een keer jeven met probleem. तो सब चीज हम लोगों के खुशी ना देवे वो हम लोगों के खाली डर लावे हम लोगों के जीवन में एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑम सो टू गा लीव ना बढ़िया हम लोग खातिन ऐसे जिए खातिन एंड गॉड हैव मेंस नहीं geschapen om zo te gaan leven
God heeft ons geschapen dat we een ander soort leven zouden hebben. Een leven van vrede, een leven van blijdschap en rust en noem maar op. Maar we leven in deze wereld van zorgen en omstandigheden. En we zullen te maken hebben met al die dingen. Maar er is een God. Dat wanneer we in die situatie zullen zijn. En misschien bent u in die situatie. En misschien bent u in een bepaalde omstandigheid op dit ogenblik. Ik wil u zeggen dat wanneer u tot God gaat roepen. Hij zal u antwoorden. Hij heeft het gedaan voor deze mensen. Ze hebben hem aangeroepen. En God heeft geantwoord. En hij is diezelfde God. De Bijbel zegt hij is gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Hij verandert niet. De Bijbel zegt er is geen zweem van omkeer bij hem. Er is geen teken aanwezig dat God zichzelf kan veranderen. De Bijbel zegt hij is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Er is geen zonde. Er is geen leugen. Er is geen bedrog in hem. Als hij iets zegt, dan doet hij. Als hij iets belooft, dan geeft hij. Als je ook iets wilt ookeren, als je ook iets wadakker is, dan moet je een keer deed. Maar dan moet je een keer deed, Gabi. Dus we moeten weten wie deze God is. Hij is God. De Bijbel zegt, hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Pardon. Hij houdt trouw tot in alle eeuwigheid. En omdat hij leeft, kunnen we tot hem gaan. Als hij een naam was alleen, maar hij leefde niet, dan kon hij niets voor ons doen. Maar hij is niet alleen maar een naam, maar de persoon zelf leeft. De Bijbel zegt, hij was gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat is geweldig om te weten dat de God die we dienen, die niet dood ligt in het graf, ergens begraven. Nee, hij leeft, hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En omdat hij leeft, kan hij ons helpen. Omdat hij leeft, kan hij antwoorden wanneer we hem aanroepen. Ze riepen hem aan. Ze riepen hen aan. En de Bijbel zegt, hij redde hen uit hun angsten. Wanneer u gaat roepen tot God. U die kijkt en luistert. Abjan Dikhe programma, Oro Soenehe. Ja, als ze praat naar Karje. Oesuni. Aapje u nikari, u jan doeg me aapheile. Misschien bent u op zoveel plaatsen gegaan om die hulp te gaan zoeken. Misschien hebt u zoveel uitgegeven om uit die situaties te geraken waarin u zit. Ik wil u zeggen, kom tot Jezus. Hij houdt van u. Hij heeft een plan met uw leven. Hij zal u eruit halen. Hij gaat u niet in de steek laten. En de Bijbel zegt dat wanneer we onze vertrouwen op hem stellen, hij zal ons niet beschaamd maken. Want hij is een trouwe God. Hij kan niet iets zeggen en hij doet iets anders. Hij kan niet iets beloven aan ons, maar hij doet niet wat hij beloofd heeft. De Bijbel zegt hij is heilig. Hij is volmaakt. Hij is verheven. Hij is zonder zonde. Wanneer hij is zonder zonde, dat betekent hij kan niet liegen. Er is geen bedrog in hem. Hij is niet als mensen die vandaag zoveel beloven. En wanneer het uur daar is, dan kunnen ze het niet waarmaken. Of al zouden ze het willen waarmaken vanwege de omstandigheden die misschien veranderd zijn, dan is het maar jippie moro. Hoe naar je madertkast komt, dat hoe zou je jezelf met de situatie veranderen. Maar bij God, hij is altijd boven de omstandigheden. Dat is het mooie bij hem. Hij is altijd boven de omstandigheden. Er is geen omstandigheid waar we kunnen zeggen dat hij dit niet kan oplossen. Kusjana, John, hebben we een boodschap, iets wat we oplossen. O sap, her ik doe, her ik probleem met hun leven maken, om dan gaat oplossen. Om dan gaat, om dan in die kaarsen uw situatie met ze. Wat belangrijk is dat wij tot hem komen en dat we onze vertrouwen op hem stellen. Want alleen als we in hem geloven, kan hij antwoorden. Want wanneer we in hem geloven, dan gaan we die grote dingen van God zien in ons leven. En hebben we reden om in hem te geloven? Ja. We hebben genoeg reden om in hem te geloven. Waarom? Omdat toen God gezegd had dat hij, nadat Adam en Eva gezondigd hadden, ze zijn uit dat woord van God gevallen, heeft God direct beloofd dat hij iemand zou sturen in deze wereld, die de mensen zou verlossen.
En op zijn tijd heeft hij, jaren zijn voorbij gegaan, eeuwen zijn voorbij gegaan. En op zijn tijd heeft hij zijn zoon Jezus gezonden naar deze wereld. De mensen verwachten hem niet meer. Maar God heeft zich gehouden aan zijn woord. En meer dan 2000 jaar terug, meer dan 2000 jaar, maar is heeft hij zijn zoon Jezus gezonden. En ik heb het erop gehouden dat hij Jezus Messie. En dat Jezus onze zonde op zich genomen heeft. En hij is gegaan naar het kruis, hij is gestorven, hij heeft betaald voor onze zonde. En daar zien we die liefde van God. Maar aan de andere kant, daar zien we de trouw van God. Wat ben je dat je per boek hebt naar hem loopt? Maar aan de andere kant, hem loopt wat bij de kila, die hoe ik jen heet, John Cooper, hem loopt op een parousa daar sakila. Of hoe je een parousa daar ook een groeper, de hulon kennach hoor, hoe is dan hoe kus na kus kari hem loopt gaat in. Dus daar zien we dat God een God van trouw is. Dan hebben we, en wanneer we vandaag dat woord van God horen, en dat, wanneer dat woord ons laat zien dat wanneer we onze vertrouwen op hem stellen, hij gaat ons niet beschamen, dan kunnen we rekenen op dat woord. Weet u, hij is één met dat woord van God. En hij is een waarmaker. De Bijbel zegt dat hij een waarmaker is van zijn woord. Jeremia hoofdstuk 1, vers 13. Dat hij zegt, zie, ik waak over mijn woord om dat te doen. Hij is een waarmaker van zijn woord. Dat betekent we kunnen op hem rekenen. Dus hebben we reden om onze vertrouwen op hem te stellen? Hebben we reden om in hem te geloven? Ja. Waarom? Eén, omdat hij leeft. Hij is niet in het graf gebleven. En ten tweede, hij is een waarmaker van zijn woord. Dus u die kijkt en luistert, u hebt genoeg reden om in hem te geloven. En hem aan te roepen. Maar als u hem in hem gelooft, dan pas gaat u aanroepen. Heb je nog bij elkaar? En vandaag hebt u gehoord wie hij is. Dus als u gehoord hebt dat hij God is, die hoort, die leeft en die trouw is, en die geloof niet beschaamd maakt, dan hebt u genoeg reden om vast te houden. En dan zeggen we, nee, dan ga ik tot deze God roepen. Misschien hebt u andere namen aangeroepen. En u hebt hier geprobeerd, u hebt daar geprobeerd. Maar geprobeerd en geprobeerd. Maar u hebt niets zien veranderen. Dingen zijn de situaties dezelfde gebleven. Die omstandigheden zijn misschien groter geworden. Hier heb ik gele, hoe heb ik gele. Maar dat kon je. Uw naam praat naar kele, ik doe zijn naam praat naar kele. Maar de situatie hebben we zijn nee. Na veranderen. Dan wil ik u zeggen vandaag. Kom tot Jezus. Hij wacht op u. Hij zegt, kom tot mij, Matthäus 11, vers 28. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Roep hem aan deze dag. Hij zal u rust geven. Zoals deze mensen hebben geroepen en zeggen, hij heeft hun rust gegeven. Hij wil u ook rust geven. En als u die kijkt en luistert vandaag naar dit programma. En u hebt geluisterd en u gaat door een bepaalde situatie. Ik wil u zeggen, hij ziet u in die omstandigheid. Hij is niet blij ermee. Hij wil u helpen. Hij wil u eruit halen. Maar het begint bij het aanroepen van hem. En als u zegt van, ik wil hem aanroepen deze dag. Dan begint het met je leven te geven aan de Heer. Als u Jezus wil aannemen in uw leven, bid dit gebed met me mee. En dan gaan we straks samen bidden. Bid met me, zeg me na. Zeg trouwe God en Vader, ik kom tot u in Jezus naam. Ik heb uw woord gehoord. En ik dank u dat u uw zoon ook voor mij naar deze wereld hebt gezonden. Heer Jezus, vergeef me van al mijn zonden. Kom in mijn hart. Was mijn hart schoon met uw bloed. En ik beloof u, Heer, u te volgen. Al de dagen van mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag voor u bidden. U kijkt en geluisterd hebt naar dit programma. Ik wil bidden voor u deze dag. Waar u ook bent, neem een eerbiedige houding aan. En verwacht iets van God. Hemelse Vader, ik dank u dat ik al de kijkers en luisteraars die hebben gekeken en geluisterd naar het programma, in uw handen mag leggen. Ik draag ze van u. U kent de omstandigheden waardoor ze heen gaan. U weet wat ze meegemaakt hebben of wat ze meemaken. Heere, ik leg ze in uw handen. Uw woord leert ons dat niets onmogelijk is voor u. Heer, in de naam van Jezus, ik bid dat uw hand uitstrekt naar ze. En dat u ze aanraakt. Ik bid dat u een ommekeer brengt in hun leven. Heere, in de naam van Jezus, ik spreek in hun leven deze dag, Heer, dat elke omstandigheid verandert. Elke situatie wijkt in de naam van Jezus.
En elke angst en vrees die daar was, wijkt in de naam van Jezus. En dat rust terugkeert in hun leven. Vrede komt in hun. Heer, dat zij uw kracht mogen ervaren. Heer, die doorbraak van u mogen ervaren op dit ogenblik in hun leven. Dat die verlossing in hun komt, Heer. Verlichting komt in hun leven, Heer. Herstel komt in hun leven. En ik dank u voor uw zegen. Dank u voor uw genade en uw goedheid voor hen. In Jezus' naam. Amen en amen. Ik groet u en tot de volgende keer. Dag.